Er zijn verschillende patronen in bekerstapelen. Een daarvan is de 3-3-3. De 15-jarige Liam van der Ree uit Almere is wereldkampioen sportstekking geworden met zijn team. Dat is een sport waarbij zo snel mogelijk plastic bekers opgestapeld moeten worden in bepaalde formaties. Een ander patroon is de 3-6-3. Het WK sportstekking vond plaats in de Spaanse stad Moïna. In totaal deden 273 deelnemers uit meer dan 20 landen mee. Er waren verschillende disciplines. 3 individuele onderdelen, een dubbel en 3 estafettewedstrijden, relay. Liam zat samen in een team met de andere Nederlander en 3 Duitse stapelaars. Vooral in de relay waren ze erg succesvol en wonnen ze 1 keer goud en 2 keer zilver. Het laatste patroon is de cycle. Liam heeft ook individueel medailles gewonnen. Thuis probeert hij elke dag te trainen. Tijdens de competitie draait het vooral om snelheid. Maar voor Liam is iets anders het belangrijkste. Ik doe sportstapelen gewoon om vriend te maken en lol te hebben. En heb je ook vrienden gemaakt in Spanje? Ja, ik heb heel veel nieuwe vrienden gemaakt. Ik ben meestal naar Duitsland gegaan. Maar ik heb ook mensen ontmoet uit Verenigd Koninkrijk, Korea, Amerika. Ook rond de hele wereld. De ouders van Liam zijn ook meegegaan naar Spanje. Volgens zijn trotse vader was het erg spannend. Er zijn erg veel teams en de spannendste zijn natuurlijk de estafettes, de relays. Omdat je dan als speler moet kiezen of je voor heel snel gaat of voor iets minder snel en veilig. Omdat als je individueel speelt, dan is het alleen je eigen tijd die je... Waar je een kans mee neemt door er heel snel te gaan. En als je een estafette doet, dan gaan je teamspelers natuurlijk je erop aankijken. Dus dat is, dan heb je wat meer verantwoordelijkheid. Volgens de coach van Liam is het de eerste keer dat Nederlanders wereldkampioen worden met sportstekking.